Bekend is dat de gemeente Almelo 3 ton op jaarbasis bijpast bij de inzameling van het oud papier. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat doodzonde van het geld. Ik vind dat weggegooid geld. Het is vroeger bij de verenigingen weggehaald onder bepaalde argumenten. En vervolgens zie je gewoon dat eigenlijk zeg maar, het is een kip met het gouden ei zeg maar, voor Twente Milieu. Maar de gemeente doet er elk jaar ongeveer 270.000 euro moeten gewoon bij. Dus het is gewoon elk jaar een zwaar verlies. Dus wat mij betreft gaat oud papier gewoon terug naar de verenigingen. We zijn op de eerste plaats afhankelijk van de marktprijzen met het oud papier. En daarnaast hebben we te maken met het serviceniveau. We hebben op dit moment in Almelo te maken met huis-aan-huis inzameling met mini-containers en ook via ondergrondse containers. En ja, dat kost gewoon geld. Als je dan kijkt naar de begroting, dan zie je inderdaad dat de kosten die we moeten maken voor het oud papier niet worden gedekt door de opbrengsten die het oud papier genereert. En dan lijkt het als je naar de begroting kijkt dat daar een gat van nou om en nabij 300.000 euro in zit. Maar we moeten uiteindelijk kijken wat de opbrengst uiteindelijk betekent. En dan kan je pas zien of daadwerkelijk het bedrag dat we moeten bijpassen op die 3 ton uitkomt. Welke partijen zouden hier iets kunnen betekenen? Ik denk bijna alle partijen in Almelo nu dat ze dat weten. Dus is het tijd voor een motie? Waarschijnlijk wel, ja. En u gaat misschien die motie indienen? Een dikke kans dat dat gebeurt met het perspectief Noord-A. Het wordt steeds lastiger om zo'n systeem met vrijwilligers stadsbreed gerealiseerd te krijgen. Vervolgens zie je ook dat, kijk, op het moment dat je dat zou gaan doen, dan heb je dus naast die vrijwilligers die je dan stadsbreed nodig hebt, ook een insteek vanuit inwoners nodig dat zij de bereidheid hebben om het dan ook te gaan wegbrengen. En daar wordt die wel interessant, want op het moment dat mensen denken van ja, maar dat wordt wel ingewikkeld, ik stop het gewoon lekker in mijn restafval. Ja, juist die hoeveelheid restafval willen we de komende tijd substantieel laten afnemen. Dus dan ga je eigenlijk het paard achter de wagen spannen. Welke partijen zouden hier iets kunnen betekenen? Ik denk bijna alle partijen in Almelo nu dat ze dat weten. Hoe je het went of keert, bij de inzameling van oud papier door de gemeente Almelo moet altijd geld bij. Ja, het is nooit het uitgangspunt geweest, ook niet in vorige collegeperiodes, om het oud papier kostendekkend te laten draaien. En op dit moment is dat het nu ook niet. Dank u wel voor dit commentaar. Graag gedaan.